De 15-jarige Seth Jackson krijgt op een avond een sms-berichtje van een ex-vriendinnetje van hem, waar hij al een tijdje ruzie mee heeft. Ze wil het met hem goedmaken, het met hem bijleggen en zou graag met hem afspreken om weer terug bij elkaar te komen. De voorwaarde is wel dat Seth niemand over dit afspraakje vertelt. En Seth is een beetje argwanend. Zijn onderbuikgevoel zegt dat hier iets niet klopt. Toch was dit niet genoeg om hem tegen te houden. Hey, hallo en van harte welkom bij deze nieuwe Misdaad en Mysterie. Jongen, wat heb ik vandaag een verhaal voor jullie. Het speelt zich af in 2011 en ik kan gewoon niet geloven dat dit soort mensen en zoveel mensen bij elkaar deze wereld bestaan. Echt waar, tijdens het uitwerken van deze zaak zat ik te klapperen met mijn oren. Elke keer val ik van de ene verbazing in het andere en waarschijnlijk gaan jullie dat vandaag ook hebben. Het wordt waarschijnlijk best wel een lange zit, dus pak er iets bij. Een theetje, een colaatje light, een koffietje. Maak het jezelf comfortabel. Trek een dekentje over je heen, waar je mogelijk ook even onder kan verschuilen, want het wordt heftig. Voordat ik jullie hier alles over ga vertellen, is het eerst tijd voor het reclamemomentje van deze week. Gelijk even een waarschuwing, want specifiek in dit verhaal komen er onderwerpen in voor die nogal een trigger kunnen zijn. Eigenlijk alles wat je kunt bedenken, zit hierin verwerkt. Er wordt een moord gepleegd, een zeer gewelddadige. Er wordt kort over seksueel misbruik gesproken, een klein gedeelte over automutilatie. En de hoofdpersonen in dit verhaal zijn echt ontzettend jong. Een leeftijd die onvoorstelbaar is voor zo'n gruwelijke daad. En eigenlijk alles wat zich in dit verhaal afspeelt. Buiten de moord om kun je niet voorstellen dat zulke jonge kinderen bezig zijn met zulke volwassen zaakjes. Klik deze video weg als je hier niet tegen kan. En alle informatie die ik jullie geef is informatie gevonden op het wereldwijde web. En ik heb het gebundeld tot één verhaal voor jullie. Verder is het natuurlijk niet mijn bedoeling om respectloos of oneerbiedig over wie dan ook in dit verhaal te zijn. Gaat moeilijk worden. Want er zitten nogal wat rotte appels tussen, kan ik je vertellen. Meerdere momenten heb ik gedacht. Wat doen ze daar in het water in Florida? Waar gaat het mis? Hoeveel mensen kunnen verknipt zijn? Niet normaal. Bepaalde details in dit verhaal moet ik helaas overslaan. Maar mocht je alles willen weten, kun je dit beluisteren in mijn podcast genaamd Moordkast. Ga daarvoor naar podimo.nl/moordkast om onze aflevering hierover te beluisteren. Ik kan nieuwe leden de eerste 30 dagen gratis Podimo aanbieden via onze link. Dus meld je aan via het linkje podimo.nl/moordkast als je nog niet lid bent. En luister ons natuurlijk wekelijks. Want tegelijkertijd met deze video staat er ook altijd een podcastaflevering online. Natuurlijk is het weer tijd voor de wekelijkse shout-out, want elke week kies ik iemand uit in de comments die een comment heeft geplaatst over het een en ander. Jongens, jullie steken zoveel veren in mijn reet. Het is ontzettend lief. Maar ik zou het dus ook heel leuk vinden als er vragen komen inhoudelijk over de zaken, over het verhaal. Het lijkt me ook heel leuk om dat soort shout-outs te behandelen. Jullie zijn ontzettend lief voor mij en dat waardeer ik enorm. Maar hoe tof is het als we ook iets inhoudelijker ingaan op het verhaal zelf, van de week ervoor. Of als je een algemene vraag hebt over mij of mijn persoonlijke leven, dan kan ik echt vragen beantwoorden. Lijkt me sowieso leuk om eens een keertje een losse Q&A op te nemen. Dus drop je vraag hieronder. En wie weet komt jouw vraag binnenkort wel aan bod. Plaats daarbij S onder die in de comments, dan weet ik in ieder geval dat je genoemd mag worden. En deze week is de shout-out voor Mila. Hey Dionne, ik moest op school een presentatie geven en het onderwerp kon ik zelf kiezen. Ik had gekozen voor true crime. Ik heb al je oude video's gekeken voor inspiratie. Super bedankt, want ik heb een 7,5. Nou Mila, van harte gefeliciteerd met je 7,5. Heel knap gedaan en wat tof dat je dit als inspiratie hebt gebruikt voor je schoolproject. Dat vind ik ook echt hele toffe weetjes. Wees natuurlijk wel respectvol in de reacties. De personen in dit verhaal, het zijn echte mensen die dit echt allemaal hebben meegemaakt. De verhalen die ik vertel zijn niet leuk. Ze zijn wellicht interessant en boeiend, maar gebruik vooral die positieve bewoording niet. Ja, ga er niet te luchtig mee om. Dat wil ik toch bij deze wel even duidelijk maken. Maar goed, we gaan heel snel beginnen met het verhaal, de vreselijke moord op Seth Jackson. We gaan vandaag terug naar het jaar 2011 en we gaan het hebben over een jongen genaamd Seth Tyler Jackson. Een jongen van destijds 15 jaar oud. Hij wordt geboren op 3 februari van het jaar 1996 in een plaatsje genaamd Bellevue en dat ligt in de staat Florida. Zijn ouders zijn Sanja en Scott en samen met 2 broers groeit hij op in een plaatsje genaamd Summerfield, wat ook ligt in de staat Florida. Nou, Florida weten allemaal dat het in de Verenigde Staten ligt, dus het is weer een zaak wat zich afspeelt in Amerika.
Seth heeft echt enorme bruine ogen. Hij heeft ook halflang bruin haar. En een heel egaal huidje. Als je foto's van hem ziet, dan denk je echt... Goh, had ik maar zo'n huid toen ik 15 was. Ik zat helemaal onder de puisten. Maar goed, hij wordt ook echt wel gezien als een knappe jongen voor zijn leeftijdsgenoten. En verder oogt hij vrij relaxed en rustig. Dat is hoe zijn omgeving hem omschrijft. Verder wordt hij gezien als een vriendelijke jongen. Hij is heel sociaal. Heeft veel mensen en vrienden om zich heen. En hij gaat dus naar het Bellevue High. De high school in de omgeving waar hij woont. Ook daar is best wel populair. Thuis met zijn familie kan hij het ook prima vinden. Het is echt wel een familiejongen. Dus staat gewoon prima in het leven op dat moment. De grote droom van Seth was om een vechtsporter te worden bij het UFC. En dat is dus de grootste mixed martial arts organisatie van heel de wereld. Dus Seth heeft nogal wat ambitie. Dat klinkt nogal ruig. Seth had ook zeker een rebelse kant. Maar tegelijkertijd had hij ook weer een groot hart voor dieren. Dat ging echt hand in hand met elkaar. Zijn rebelse kant met zijn schatgelieve kant. Als we het over rebels hebben, dan zijn er nogal wat rebelse tieners in zijn omgeving. Het stikt ervan in Summerfield. Summerfield is echt een heel klein plaatsje. Voor jongeren is er ook vrij weinig te doen. Nou, uit verveling gaan jongeren dan vaak kattenkwaad uithalen of gaan dingen ontdekken, wat misschien nog een beetje vroeg is voor ze. Gaan experimenteren met het een en ander. In ieder geval, veel jongeren in die plaats zijn gewoon super rebels. En dat geldt ook voor Seth. Seth is natuurlijk 14, 15 jaar oud. Dat is ook wel de tijd dat je dingen gaat ontdekken. Maar in Summerfield schoot het soms redelijk de extreme kant op. Zoals ik al zei, veel meisjes vonden Seth dus knap. De meisjes op Bellevue High waren altijd over Seth aan het smoezelen als die langsliep. Maar goed, hij heeft zijn hart verloren aan één bepaald meisje. En haar naam is Amber Wright. Even voor duidelijkheid, het is Wright met de W. Want zo Wright is deze Amber niet. Amber Wright. Dat is wel belangrijk. Amber is een rossig, tenger meisje met sproetjes. Ja, op het eerste gezicht, op bepaalde foto's ziet ze er schattig uit. En op andere foto's zie je dat het ja, ook wel een type is. Hè? Om het maar netjes te zeggen. Ik heb foto's van haar gezien dat ze best wel veel piercings in het gezicht draagt. Grote piercings ook. Ze zijn best wel aanwezig. En dat is met veel mensen wel in dit verhaal. Daar oordeel ik niet over, want ik vind tattoos, piercings, weet je, doe lekker wat je wil. En zeker in die tijd, 2011, ik weet hoe mensen eruit zagen. Het is de MySpace, Facebook-tijd, Tumblr-tijd. Dit kennen we allemaal. Of althans, als je dit bewust hebt meegemaakt. Als je dat niet bewust hebt meegemaakt, ben je te jong om te kijken. Amber en Seth zijn dus, voordat ze iets krijgen samen, al best wel goed met elkaar bevriend. En uiteindelijk krijgen ze verkering met elkaar. Kunnen we het een relatie noemen? Ik weet het niet. Seth was op dat punt bijna 15. Amber was al 15. Ze zijn echt jonkies. Maar goed, ik had al 3 jaar verkering op mijn 15e. Dus het is toch uiteindelijk wel een relatie te noemen. Maar goed, verkering, relatie, het is om het even. Ze krijgen in ieder geval wat met elkaar in december 2010. Seth is trouwens ook goed bevriend met haar halfbroer. Zijn naam is Kyle Hooper en hij is 16 jaar, dus 1 jaartje ouder dan dat zij zijn. En die band is op dat punt ook best wel prima. Kyle komt zelfs bij Seth thuis over de vloer en natuurlijk vanzelfsprekend andersom, want hij date met zijn zus. In de podcast in Moordkast heb ik het er nog over met mijn broer. Dat het toch wel fijn is dat Seth en Kyle het met elkaar konden vinden, want een broer die het vriendje van zijn zusje moet goedkeuren. Dat is echt wel een dingetje. En dat weet ik uit eigen ervaring. Maar goed, luister Moordkast, dan hoor je daar meer over. Kan het trouwens ook aan mijn smaak en mijn selectie in jongens liggen? Wie zal het zeggen? Voor de familie en vrienden van Seth en Amber lijkt het op het eerste gezicht gewoon prima verkering. Het lijkt op het eerste gezicht vrij normaal te gaan. Gewoon de puppy love die je gewend bent. Seth is bijvoorbeeld echt mega verliefd op Amber en beweert voor altijd bij haar te willen blijven. Maar van onschuldige puppy love is in dit geval zeker geen sprake. Alles behalve dat. Deze verkering is eigenlijk best wel een rollercoaster. Vanaf het begin af aan is het een knipperlichtrelatie. Het gaat aan en uit. Ze stoten elkaar af, ze trekken elkaar aan, beschuldigen elkaar van vreemdgaan, maken elkaar constant jaloers met andere jongens en meisjes. De drama. We zijn er allemaal wel geweest. Ik wel. Absoluut. Maar ze doen ook veel volwassen dingen.
Ze hebben superveel en super vaak gemeenschap met elkaar. Dat is allemaal nieuw en bijzonder. En die twee konden niet van elkaar afblijven. Ze rookten ook samen het groene goud. En probeerden zelfs... Ja, daar moeten we dus ook nog even een woord voor verzinnen. We hebben het groene goud, het witte goud. Zullen we het gewoon het waspoeder noemen? Snappen jullie wat ik bedoel? Jawel, witte waspoeder. Als je nu nog niet weet wat ik bedoel, dan ben je ook te jong om deze video te kijken. Maar goed, dat is vrij extreem. Super extreem. Je bent 15 jaar oud. Aan het witte waspoeder is echt rigoureus. Het groene goud op je 15, dan denk je nog, goh, ja, dat gebeurt. Dat gebeurt. Ook niet prima, maar witte waspoeder, dat is next level. Deze twee zijn echt met zeer volwassen dingen bezig. En dat is ook wel een beetje het milieu waar ze in opgroeien. Want de mensen waar ze mee omgaan, die zijn soms net een paar jaartjes ouder. Of die doen dat ook. Het is echt wel een beetje een gekke omgeving. Na 3 maanden gaat het op een gegeven moment uit. Het is dan maart 2011. En Amber maakt die beslissing. En voor Seth komt dat best wel als een verrassing. En hij is er ook echt kapot van. Want hij was super verliefd op dat meisje. Maar Amber is hier vrij stellig in. Zij beweert dat Seth haar niet goed heeft behandeld. En ze denkt ook dat hij is vreemd gegaan tijdens de relatie. Nou, allebei de partijen beschuldigen elkaar daarvan. Of dat ook is gebeurd, ja of nee. Ik lees hier en daar van wel, maar I don't know. Het is het ene woord tegen het ander. De twee maakten elkaar regelmatig jaloers, dus het zal me niet verbazen. En ze hadden een knipperlichtrelatie, dus het was regelmatig ook over voor misschien een paar dagen. En dan kwamen er ook andere jongens en meisjes in het spel. Op een gegeven moment wordt Amber ook wel erg close met een 18-jarige jongen genaamd Michael Bargo. En Seth vermoedt dat Amber met hem is vreemd gegaan. Dus tijdens hun relatie dat ze dingen hebben gedaan wat eigenlijk niet oké is. Ook Michael is nogal een type, maar daar kom ik straks op. We duiken straks uitgebreid in zijn verleden. Maar op dit punt, dat het echt uit is, die twee kunnen elkaars bloed wel drinken. Die hebben constant ruzie met elkaar en het vechten ze uit op social media. En iedereen kan meegenieten. Die ruzie wordt gewoon uitgevochten, geheel publiekelijk. Tussen de twee worden allerlei echt super heftige berichten uitgewisseld. Ze schelden elkaar uit, ze maken elkaar uit voor van alles. Het gaat er hard aan toe. Mensen bemoeien zich ermee. Het is echt één grote Facebook-rel geworden. Zo noemt Seth, en ik moet dit wel biepen, Amber een s**t en een m**t verslaafde. En hoewel Seth natuurlijk omschreven wordt als een vriendelijk en aardige jongen, we zijn allemaal niet heilig. En zeker als we 15 zijn, dan zeggen we dingen tegen elkaar, ja, die niet helemaal oké zijn. Hè? Hij zat ook hoog in zijn emotie. Ik heb deze Facebook-berichtjes gezien en ook sms-berichtjes naar elkaar. En je ziet ook dat ze in een bepaald taaltje met elkaar typen. Het is niet proper Engels. Het is heel raar. Ik kon er ook, zeker als Nederlander, niet heel veel van maken. Uiteindelijk kijk je daar wel doorheen. Maar daar waar wij sms-taal hadden, hebben zij echt een soort geheimtaal met elkaar opgesteld. Het is, je kan er bijna niks van maken. Maar goed, ook dat doen we als we jong zijn. Hè? Weet me nog, in de MSN-tijd, W8FF, wacht even. Nou, dit is nog even keer 1000. Maar goed, het gaat helemaal los op Facebook. De thee is verschrikkelijk heet, gloeiend heet. En heter kan bijna niet. En iedereen kan meegenieten. Beide zeggen in ieder geval de meest verschrikkelijke dingen tegen elkaar. We gaan het eventjes hebben over de nieuwe vlam van Amber, Michael Bargo. Hij is 18 jaar oud, is dus samen met een meisje van 15. Alsnog wel vrij jong, hè, 18. Zeker als je hoort wat hij allemaal al heeft misdaan. Dit is er eentje, hoor. Hij heeft meerdere diefstallen op zijn naam staan en loopt naar verluid standaard met een wapen op zak. Zijn uiterlijk, nou ja, het is veelzeggend. Hij ziet er ruig uit, heeft gemillimeterd haar, een mager ingevallen gezicht, van die hele grote, diepliggende ogen met kringen eromheen. Altijd een serieuze, ernstige blik op foto's en paarse wallen. Verder heeft hij ook allerlei tatoeages op zijn borstkas, zit hij helemaal onder de piercings. Maar goed, hè, tatoeages. We weten het, hè. Heb je tatoeages, dan ben je pas echt een crimineel. Zeker heel veel tatoeages op handen en zo. Dat vind ik altijd zo asociaal. Echt, de nerve. Maar goed, Michael woont de eerste 16 jaar van zijn leven in Michigan. Komt best wel uit een getroubleerd huishouden. Volgens een bron werd Michael vroeger mishandeld door zijn moeder. Zijn vrouw die veel schreeuwde.
was verbaal agressief, ook non-verbaal. En er volgt dus ook een bittere scheiding tussen zijn ouders. En dat schijnt dus wel echt een hele rotte periode voor Michael te zijn geweest. Michael wilde heel graag bij zijn vader wonen, maar zijn moeder liet dit niet toe en toen kwam hij tussen beiden te staan. Dit alles zal uiteraard een heleboel impact op de jongen hebben gemaakt. Toen Michael 14 was, begon hij ook aan automutilatie te doen, omdat hij ontzettend depressief was. Op een gegeven moment werd hij door een psycholoog gezien. Ik weet niet of dat door uit eigen beweging is geweest, wat misschien een soort schoolpsycholoog is geweest. Maar die zag Michael en die raadde hem aan om hem voor zijn psychische problemen te laten behandelen. Maar in plaats daarvan stuurt zijn moeder Michael naar een trainingskamp om hem te disciplineren. Ik denk dat als er iets is wat deze jongen nodig had, was het liefde en handvaten om met het leven om te gaan. En zorg en in ieder geval te kijken naar zijn psychische problemen en dan word je gedisciplineerd en keihard aangepakt. Dat zal ongetwijfeld ook echt eerder schade hebben toegebracht dan dat het hem goed deed. Volgens andere bronnen zou de vader van Michael weer de boosdoener zijn geweest. Of het zijn moeder of vader is geweest of beide, dat weet ik niet. Maar het verhaal gaat dat die vader een gewelddadige alcoholist was en dat hij losse handjes had. Die was extreem temperamentvol en dat botvierde hij op de moeder van Michael. Maar goed, Michael wilde na de scheiding heel graag bij zijn vader wonen. Dus wat er van waar is, waarschijnlijk waren allebei de ouders super heftige mensen. En het komt er gewoon op neer dat Michael in een niet al te beste omgeving is opgegroeid. Als Michael 16 jaar oud is, gaat hij ook een tijdje bij zijn vader wonen. Maar dat gaat uiteindelijk niet goed, want Michael vertrekt al vrij snel. En dan hopt hij van bank naar bank. Hij blijft gewoon bij vrienden en bij mensen slapen die hij via via kent. Hij heeft geen vaste verblijfplaats. Deze hele voorgeschiedenis van Michael verklaart misschien ook dat hij redelijk de verkeerde kant op is geslagen. En één ding is zeker, normale communicatie komt niet voor in de wereld van Michael. Hij lost het altijd op met geweld en hij heeft ook nooit een ander voorbeeld gehad. Laten we eerlijk zijn. Nou, dus Seth en Amber zijn uit elkaar. Amber is samen met Michael. En uiteindelijk komt Amber met allemaal verhalen. Aantijgingen tegen haar ex-vriendje Seth. Ze komt met verhalen dat Seth haar echt super slecht zou hebben behandeld. Hij zou haar hebben mishandeld. Ook seksueel hebben misbruikt. Achteraf zou blijken dat het zou gaan om valse aantijgingen. Maar dit valt natuurlijk niet in goede aarde bij Michael, die alles gelooft wat Amber zegt en hem vertelt. Hij krijgt echt een ontzettende hekel aan Seth en dit steekt hij niet onder stoelen of banken. Begin april gaat Michael zelfs bij Seth langs om hem te bedreigen en zegt letterlijk: ik heb een kogel met jouw naam erop. Wetende dat deze jongen loopt met een wapen, tikkende tijdbom. Ondertussen hebben we ook nog Kyle Hooper, dat is de halfbroer van Amber, die natuurlijk eerst goed bevriend was met Seth. Maar ook hij keert zich tegen Seth na alle verhalen die Amber hem vertelt over dat misbruik en de mishandelingen. Maar er komt ook nog eens bij dat Seth blijkbaar met een vriendinnetje van hem heeft geslapen. Kyle zou erachter zijn gekomen dat Seth naar bed is geweest met het meisje waar Kyle dus verliefd op was. Nou, ook dat valt natuurlijk niet goed in combinatie met wat zijn stiefzusje nu over hem verklaart. Er ontstaat één brok haat richting die jongen. Wat is het ook een grote bende hier? Wat gebeurt hier allemaal met die 15, 16-jarige kinderen? Het lijkt een goede tijd, slechte tijd. Het is toch één grote bende? Die gaat vreemd met die. Je bent 15. Oh my lord. En tuurlijk, dit zijn dingen die gebeuren. Het is geen reden voor wat er uiteindelijk gebeurt. Laten we het zo zeggen. Nou, je hebt dus Michael Bargo en Kyle Hooper. Ze hebben allebei een hekel aan Seth en dit voeden ze bij elkaar. Ze hebben het veel over hem. En op een gegeven moment daagt ze Seth en Seth zijn beste vriend uit voor een gevecht. Die beste vriend heet William Samelat. En Kyle Hooper en Michael Bargo willen dus tegen Seth Jackson en William Samelat vechten. He, er moet een 2-2 situatie ontstaan. Ze worden uitgedaagd. En ze nemen die uitdaging ook aan. Want even voor de duidelijkheid, Seth was ook gewoon hartstikke jaloers. Want hij was gek op Amber. En ondanks dat ze elkaar echt helemaal afmaken op Facebook, diep van binnen, is ook Seth natuurlijk hartstikke pijn gedaan door Amber. Ze heeft het uitgemaakt, is meteen met een ander. Dus ja, hij wil deze Michael ook gewoon wel morris leren. Ze spreken af dat het gevecht moet plaatsvinden in een trailer
Dat is de woning van een vriendin van Michael, Kyle en Amber. En dat is om precies te zijn van een meisje genaamd Charlie Ely. Er gaan heel wat namen in omloop hoor, in dit verhaal. Het is fijn dat jullie er foto's bij zien. Voor de podcast was het iets lastiger om het allemaal te benoemen. En die trailer van haar is inmiddels de thuisbasis geworden voor allerlei feestende tieners in de buurt. Allemaal losbandige jonge mensen die haar woonplek gebruiken. Nogmaals, er is niks te doen in Summerfield. Dit was the place to be. Daar mocht alles. Er werd gebruik gemaakt van het groene goud, alcohol, waarschijnlijk ook de witte waspoeder. Er werd natuurlijk ook gefriemeld en gekriebeld. Ik heb een heel vies beeld in ieder geval bij die trailer. Ja, en waarom vindt Charlie dit allemaal goed? Zij is gewoon echt best wel een beetje naïeve, eenzame meid. Ze maakt op mij een beetje een zielige indruk. En dat is ook niet voor niks. Zij is namelijk al getrouwd op haar 18e met ene Joseph Dunham. Hij is de officiële eigenaar van de trailer, maar nu zijn ze getrouwd, zij woont daar. Hij heeft op een gegeven moment iets geflikt waardoor hij de bak in is geraakt. Dus hij zit op dat punt vast. En ja, daar zit Charlie als ja, vrouw alleen, net getrouwd, man in de bak, in een trailer. Ja, zij vindt het eigenlijk ook wel gezellig dat iedereen over de vloer komt. Ze heeft ook niks anders. Ja, en daarom legt ze contact met allerlei rebelse tieners uit de buurt. Ze is zelf ook niet veel ouder, hè? 18, dat is officieel volwassen. Maar onofficieel ben je gewoon nog een klein kind. De trailer heeft in ieder geval 2 slaapkamers. En een paar van deze jongeren gebruiken het zelfs als vaste verblijfplaats. Zo woont Michael er, Michael Bargo. Kyle Hooper woont er ook. En ook nog een andere jongen, een 20-jarige jongen genaamd Justin Sodo. De oudste in dit hele verhaal. Nou, ook de 15-jarige Amber blijft daar super vaak slapen. Ik vraag me af, waar zijn de ouders? Waar zijn de ouders? Vinden jullie dit allemaal goed? In een of andere rokerige, vieze, oude, afgeslaakte trailer. Jongens. Ja, weet je, misschien deden die jongeren zich ook beter voor dan dat ze waren. Hè? We weten allemaal wel dat we leugentjes om best wil hebben gegeven op ons 15e. Maar kom op, je moet toch als ouder nog steeds zo goed weten waar je 15, 16-jarige kind mee bezig is. Ze zijn echt heel jong. Zeker als je ook naar ze kijkt, hè. Het zijn gewoon echt kinderen. Het is in ieder geval een gekke, bizarre situatie daar in die trailer. Er zouden nog 2 andere stamgasten verblijven, maar die heeft Michael weggejaagd. Letterlijk met zijn pistool, want ze kregen een akkefietje met elkaar. Michael heeft zijn wapen getrokken, heeft ze bedreigd en daarna zijn deze 2 mensen nooit meer teruggekomen naar de trailer. Dit zegt natuurlijk ook wel een hoop over het gedrag van Michael en hoe intens hij is. Dit is al een vrij serieuze daad, het is geen lievertje. Deze ruige gast, Michael, wil dus vechten met Seth en William samen met Kyle. Dat vindt dus plaats in dat vieze trailertje. Jongens, ik wil trouwens trailers of campers of wat dan ook, staakcaravans, niet over één kam scheren. Maar het gaat er gewoon om wat daar allemaal plaatsvond. Ik heb er gewoon een vies beeld bij. Maar wanneer Seth en William dus richting die trailer lopen, trekt Michael dus meteen zijn pistool, zijn revolver. En begint dus ook te schieten, gewoon in de lucht om ze bang te maken. Dat gevecht is er daardoor dus nooit van gekomen. Ik kan me voorstellen dat die jongens dachten van, joe, ik vind het helemaal prima, ik ben weg. Een pistool, dat gaat me veel te ver. Dit gevecht, dat wordt waarschijnlijk een oneerlijk gevecht. Wij draaien linea recta om naar huis. Ik heb dus gelezen dat er nog wel een 1-op-1 gevecht heeft plaatsgevonden tussen Seth en Michael. En dan zou je denken, dat is oneerlijk. Seth 15, Michael 18, dat kan nooit goed uitpakken voor Seth. Maar niets is minder waar, want Seth kwam dus als winnaar uit de bus. En dat moet natuurlijk nog meer olie op het vuur hebben gegooid voor Michael. Want zijn ego is nu al echt geknakt. Hij wilde natuurlijk ook een professionele vechtsporter worden, dus Seth had daar waarschijnlijk ook best wel ervaring mee. Het zou ongetwijfeld een hele sterke 15-jarige zijn geweest. Of Michael gewoon niet zo sterk. Wat kleiner, ik weet het niet, hè. Want 15-jarigen kunnen ook al flink de lengte en de breedte inschieten. Maar goed, het is niet best voor Michael om ingemaakt te worden door 15-jarigen. Dit is 1 grote trigger voor hem. Het is 17 april 2011. Seth is op dat punt samen met zijn beste vriend William. En het is 8 uur in de avond als Seth allemaal sms-berichten ontvangt van zijn ex-vriendinnetje Amber. Ze beweert dat ze het wil goedmaken met hem, dat ze alles wil uitpraten en graag weer samen met hem wil komen. Om het allemaal uit te spreken,
vraagt ze of Seth langs wil komen bij de trailer, bij de woning van Charlie. En om haar daar te ontmoeten. Seth moet dat alleen wel geheim houden, want discretie, dat is wel echt super belangrijk in dit verhaal. Want stel je voor dat iemand anders erachter komt dat zij weer samenkomen. Dat moet natuurlijk voorzichtig gebeuren. Michael Barco moet er niet vanaf weten. Ja, weet je wel, de kans dat het via bij iemand terechtkomt, wat niet de bedoeling is, die is er. Dus Seth moet dat afspraakje hoe dan ook geheim houden. Uit de berichtjes die Seth terugstuurt valt wel uit op te maken dat hij ergens onraad ruikt. Want hij typt letterlijk terug van: joh Amber, als je mij onder valse voorwendselen lokt, dan is het klaar en hoef ik je nooit meer te zien. Dus als dat zo is, laat me dan met rust. Dit is trouwens de letterlijke tekst, of nou ja, zelfs al een beetje vertaald met alle codetaal eruit gefilterd, wat Seth naar Amber stuurt. Amber, if you have me jumped, I will never give you the time of day. So if I get jumped, say goodbye, alright? Maar Amber die stuurt terug dat ze hem nooit zoiets zou aandoen en dat ze hem nooit voor de gek zou houden en dat ze te vertrouwen is. Ze willen hem gewoon terug. Dat is letterlijk wat ze stuurt. De twee bellen nog eventjes. Alleen het is niet duidelijk wat ze precies bespreken. Maar goed, terwijl die berichtjes over en weer gaan, zitten Seth en William dus bij een aantal vrienden. En is er een vriendinnetje van Seth die daar ook aanwezig is. En die raadt Seth af om die avond naar Amber toe te gaan. Zij heeft het gevoel dat er iets niet in de haak is. Ze zeggen nog tegen hem van: joh, ze is super slecht voor je, dus doe maar niet. Maar toch kiest Seth ervoor om te gaan. Ik las dat Seth nog best wel veel om Amber gaf. Echt best wel kapot was van een break-up. Dus ongetwijfeld zal hij ook wel gevoelig zijn geweest. En zwak voor haar hebben gehad. En daarom toch die stap hebben gezet om het afspraakje aan te gaan. Rond 9 uur in de avond vertrekt Seth naar de trailer van Charlie. En een stukje lopen van de woning van Charlie af ontmoet hij Charlie en Amber alvast. En samen met die twee meiden loopt hij dus naar die trailer. Met z'n drietjes gaan ze naar binnen. In de woonkamer gaat Seth zitten op een stoel. En dan kletsen ze wat en op een gegeven moment gaat het verschrikkelijk mis. De halfbroer van Amber, Kyle Hooper, komt ineens de woonkamer binnen met een grote houten voorwerp, volgens mij een soort houten balk, en slaat Seth daarmee op het hoofd. Ook Justin Sodo stormt ineens die woonkamer binnen. Die woont daar natuurlijk in die trailer. Die kent al die jongeren natuurlijk ook, omdat ze allemaal daar over de vloer komen. En de meeste daarvan samen met hem wonen. En die begint Seth dus te slaan met een stok. Seth liep dus blindelings hun hinderlaag in. De twee meiden, Amber en Charlie, rennen vervolgens de slaapkamer in om zichzelf daar te verbergen. En dan komt Michael Barco tevoorschijn met zijn pistool. Seth die probeert ondertussen te vluchten naar de keuken. En terwijl hij dat doet, begint Michael dus te schieten. En Seth wordt daarbij 2 keer in zijn rug geraakt. Desondanks weet Seth nog het huis uit te vluchten door de deur de voortuin in. En daar probeert hij te vluchten, maar dat tevergeefs. Michael komt hem dan achterna. Ook Justin is hierbij. Justin en Michael beginnen Seth te slaan in die tuin. En het bizarre is dat een buurman wat glimpen hiervan heeft opgevangen. Rond 9:30 zag hij namelijk een jonge jongen de woning uitrennen. Dat was Seth dus. Die werd gevolgd door een paar mannen. Er werd nog geschreeuwd dat ze hem naar binnen moesten krijgen. Hij ziet dat ze Seth slaan en dan wordt de jongen naar binnen gesleept. Het is raar, hè, dat je dan als buurman geen alarm slaat. Maar als ik dat cultuurtje een beetje inschat en wat daar allemaal in die trailer moet hebben plaatsgevonden, dacht die buurman misschien ook van: goh, ja, het is weer zover. Michael die schoot wel vaker met zijn wapen, dus waarschijnlijk was het ook geen verrassing dat ze een schot hoorden. Ja, en dat iemand in elkaar werd geslagen. Er gebeurden zoveel dingen daar. Dus het feit dat die buurman de politie niet heeft ingeschakeld zegt waarschijnlijk ook een hele hoop over wat daar allemaal in die woning, in die trailer gebeurde. Maar goed, Seth wordt naar binnen gesleept. Ze brengen hem naar de badkamer. Seth leeft nog op dat moment. Ook al hangt zijn leven aan een zijden draadje en leeft hij nog maar amper. Hij probeert in ieder geval nog terug te vechten. Hij wordt in ieder geval in de badkuip van de badkamer gelegd. En hier wil Michael alles afmaken. En Seth dus uiteindelijk ook doden. De reden dat Michael Seth in de badkamer legt is dat Seth Michael dan goed in de ogen kan aankijken, zodat Seth goed kan zien wie hem vermoordt. Het is in ieder geval een hele verdorven, zieke gedachte. Het
Het is zo narcistisch en psychopathisch als je zoiets uitkraamt, hè, dat je überhaupt dit al doet. Dat je per se wil dat iemand ziet dat jij degene bent die hem dit aandoet. Ja, dan ben je goed verknipt. Dan ben je niet helemaal lekker uit de verf gekomen. In de badkamer neemt het geweld alsmaar toe. Michael schreeuwt en vloekt van alles tegenover Seth. Hij wordt daar mishandeld. Hij schiet nog een aantal malen met zijn pistool. En uiteindelijk doet Michael wat al die tijd zijn plan al is. Hij beëindigt het leven van een nog maar 15-jarige Seth met één kogel door het gezicht. Het is echt verschrikkelijk. In de podcast kan ik iets gedetailleerder ingaan op ook wat nog gaat volgen. Maar ik probeer het een beetje globaal te houden. Als je bedenkt, hè, zulke jonge mensen, stuk voor stuk wisten ze ook allemaal wat er zou gebeuren. Iedereen zit in het complot. Hoe krijg je zoveel verknipte mensen bij elkaar, denk je dan? Michael verzon het, kreeg Kyle mee omdat ze hem beide haten. Amber werd ingezet om hem te lokken. Charlie faciliteerde haar woning. En Justin Sodo zat ook in het complot en heeft die jongen dus ook geslagen en bijgedragen aan zijn dood. Het gevolg is in ieder geval gruwelijk. Seth is dood. En de groep heeft ook tot in de puntjes uitgedacht hoe ze zijn lichaam moeten wegwerken. Ze hebben al een slaapzak klaargelegd. Ze binden de ledematen van de jongen aan elkaar vast. Stoppen hem in de slaapzak. En er zijn nogal wat meer details die dus te grafisch zijn voor deze video, die ik wel heb gedeeld in de podcast. En dat zijn details, de dingen die ze met het lichaam doen om hem onder andere in die slaapzak te kunnen krijgen en om zijn identiteit te verhullen. Het zijn gruwelijkheden. In de tuin hadden ze al een vuur klaargemaakt, een vuurplaatsje. Daar sleept ze dus het lichaam van Seth naartoe in die slaapzak om hem daar vervolgens in te verbranden. Ja, op deze manier hopen ze dat er geen bewijs overblijft wat zal leiden naar Seth. Maar als je bedenkt hoe heet het vuur moet zijn om een lichaam in te kunnen verbranden, het is gewoon zo dom allemaal. Hoe denk je hier ook mee weg te komen? Er zijn Facebookberichten. Iedereen weet wie Michael is. Seth en Michael hebben gevochten. Michael heeft Seth meerdere malen bedreigd. Tuurlijk komen ze op hun uit. Hoe dom kun je zijn? Maar goed, nadat ze het lichaam van Seth in het vuur hebben gelegd, gaan de meesten naar bed. Hoe kun je in godsnaam een oog dicht doen, hè? Nadat zoiets is gebeurd. En Michael blijft nog bij het vuur staan om ervoor te zorgen dat het vuur blijft woekeren. Het schijnt zo te zijn dat een buurtbewoner, die heeft dat hoge vuur nog gezien. Want het was echt een intens hoog vuur. Ik weet niet precies hoe hoog, maar het viel in ieder geval wel op in die buurt. Het kan niet per se geverifieerd worden, maar het schijnt zo te zijn dat de jongeren om dat kampvuur gezellig kletspraatje hebben gemaakt. Dat ze zagen lachen. Ja, dat het een soort gezellige bijeenkomst leek. Als dit zo is, dan zijn deze jongeren echt meedoogloos. Letterlijk, over het lijk van iemand anders sta je te lachen. Bij zijn graf. Letterlijk. Nou, uiteindelijk staat Michael daar tot 3 uur 's nachts om ervoor te zorgen dat dat vuur natuurlijk aanblijft. En op een gegeven moment duikt hij ook zijn bed in. En dan wat nu gaat volgen, dat is onvoorstelbaar. Ik dacht echt, hoe kan dit? Hoe bestaat dit? Hoe bestaan zulke mensen op één hoop? Nogmaals, wat zit er in het water in Summerfield? Want wanneer de ochtend valt, komt er een 37-jarige man langs, genaamd James Haven. Dus hij komt aan bij die trailer met zijn auto. En James Haven is dus de stiefvader van Amber. Hij is dus de vriend van Amber en Kyle's moeder. Je denkt misschien nu van, ha, ze zijn er gloeiend bij. Want stiefpa, die gaat overal achterkomen. Maar wat ik jullie nu ga vertellen is bijna niet denkbaar. Want James Haven is onderdeel van het plan. Stiefvader helpt gewoon mee. Hij weet ervan, de moeder van Amber trouwens niet. Maar stiefpa wist dat dit van tevoren zou gaan gebeuren. En dan grijp je niet in. Hij had de jongeren horen praten over het plan. En blijkbaar vond hij het nodig om een handje erbij te helpen. Maar goed, hij komt daaraan bij die trailer met zijn auto. En om het bewijs te verduisteren en de jongeren daarbij te helpen, heeft James allerlei attributen meegenomen. Van plastic touw tot draad, betonblokken tot bleekmiddel en lege verfemmers. Het bleekmiddel hebben ze uiteindelijk gebruikt om de trailer zo goed mogelijk schoon te maken. Alle bloedspetters, alle sporen die zijn achtergelaten met deze gruwelijke moord, dat moet worden weggepoetst. Daarna worden de verfemmers die James heeft meegenomen gebruikt om de overblijfselen van Seth in te doen. Dus alles wat nog op de vuurplaats is overgebleven, dat stoppen ze in die emmers.
En vervolgens maken ze daar betonblokken aan vast met dat touw wat hij mee heeft genomen. Daarna rijden Michael, Justin en James, dus stiefvader, volwassen vent van 37, naar een steengroeve in Ocala. Het is een ander plaatsje in Florida en daar is dus een steengroeve. Steengroeve, hoe ga ik dit uitleggen? Jullie zien hier een plaatje van een steengroeve. Daar is blijkbaar ook een meer aanwezig en het is hun plan om die betonblokken met die verfemmers eraan in dat meer te dumpen. Dat doen ze vervolgens ook en ze denken ook dat er niks meer mis kan gaan in hun plannetje. Seth zal volgens hen nooit meer worden teruggevonden. Op het punt dat zij dat aan het doen zijn hè, met die verfemmers en de resten van het lichaam weg aan het werken zijn, moet Kaal werken. Vandaar dat hij ook niet mee is. Maar de dag weer daarna, het is dan 19 april, het is een dinsdag, is hij eventjes bij zijn moeder. En die moeder vertelt dus aan Kyle, aan haar zoon, dat Seth is vermist. Zijn ouders hebben hem als vermist opgegeven. Wat zou er toch gebeurd zijn? Nou, je kunt je voorstellen dat een moeder dat met hun kinderen deelt. Die zal ongetwijfeld bezorgd zijn om wat daar gaande is. En ze vertelt Kyle, dus haar zoon ook, dat de politie op zoek is. Dat de vermissing in het nieuws is geweest. En dan krijgt Kyle het vrij heet onder zijn voeten. Kyle die wordt hier toch een beetje zenuwachtig van, want nu begint het toch wel serieus te worden. Seth is in het nieuws geweest, politie is naar hem op zoek. Oeh, nou wat als? Op een gegeven moment kan hij het niet meer voor zich houden en klapt hij uit de school tegenover zijn moeder. In ieder geval waarschijnlijk deels. We weten niet zeker of Kyle ook heeft gezegd dat hij medeplichtig is aan de moord, of dat hij alleen meer weet en een deel heeft zien gebeuren. We weten niet precies wat hij tegen zijn moeder heeft gezegd, maar hij heeft in ieder geval iets verteld. Die moeder kiest ervoor om die informatie te delen met de autoriteiten. En zij vertelt de politie dat haar zoon meer weet over de moord en het heeft zien gebeuren. Dus niet dat hij medeplichtig is. Dus of Kyle daar niet eerlijk over is geweest of dat die moeder daar nu over liegt tegen de politie, dat weten we niet. Ik ga er eigenlijk vanuit dat Kyle de halve waarheid heeft verteld. Die moeder die stapt dan naar die autoriteiten, waarom dan nog liegen? Vervolgens wordt zo'n beetje de hele groep jongeren naar het politiebureau gehaald. En Charlie, Justin, Kyle en Amber worden alle vier verhoord. Michael is op dit punt trouwens onvindbaar. De jongeren worden allemaal in aparte ruimtes geplaatst. Amber, die is samen met haar moeder. Moet ook, hè? Zij is superjong, ze is 15 jaar oud, dus vanzelfsprekend is die moeder mee. En als je het interessant vindt om deze verhoren zelf te kijken, ja, dan raad ik je aan om dat zeker te doen. Het staat op YouTube. Het is een video van een uur en een kwartier. Ik heb het zelf helemaal gekeken en ik vind dit soort dingen dus echt ontzettend interessant. Dus als je erop zoekt, Seth Jackson, dan kom je er al vrij snel op. Maar kun je dus met je eigen ogen zien hoe dit precies gegaan is. En dan zie je dat Justin zich echt compleet van de domme houdt. Hij weet er niks van. Charlie en Amber die doen alsof ze alleen het geweld hebben meegekregen vanuit de slaapkamer. Dat ze geen idee hadden van tevoren wat er zou gebeuren. Ze wisten helemaal niks van een plan in ieder geval. Ook Justin niet. Ze leggen het balletje vooral neer bij Michael, want dat is de boosdoener in dit hele verhaal. Zij hebben er niks mee te maken. Michael die zou alles hebben verzonnen en uitgevoerd en zij zouden van niks hebben geweten. Kyle is op zijn beurt wel weer eerlijk. Hij vertelt hoe het die avond is gegaan. En of dat nou is geweest uit schuldgevoel of dat hij gewoon heel erg bang was om gepakt te worden, dat hij dan maar gewoon de waarheid vertelt, dat weten we niet. Kyle geeft ook toe dat het een vooropgezet plan was. En dat zelfs zijn eigen stiefvader James in het complot zat. En heeft geholpen het lichaam van Seth weg te werken. Ze geeft alles toe. Hij lapt iedereen erbij. Dat is natuurlijk ook het meest verstandige wat je kan doen. Ja, hij is als enige eerlijk. Maar ja, daarmee krijg je Seth niet meer terug. Ik heb dus wel mijn twijfels bij of dit een gewetenskwestie is van Kyle. Omdat hij wel ontzettend negatief praat over Seth. Hij zegt letterlijk dat hij het verdiende. Tegelijkertijd zegt hij in het verhoor dat ze Seth met z'n allen haten. Dus er zijn niet echt tekenen op te vangen van berouw. Maar goed, hij is wel eerlijk. Misschien is het een soort naïviteit, hè? Van ik kom hier wel weg, ik ben 16, kan maar beter eerlijk zijn. Ik kan me dus gewoon voorstellen dat zo'n iemand niet kan leven met het feit dat je misschien gepakt wordt. Maar niet helemaal. Weet je, dat misschien wel op de loer ligt. Dat dat iets is waarom je zou bekennen. Dat iemand constant met het vlakke handje voor je gezicht staat en dat er niet geslagen wordt, kan heel veel stress opleveren. I don't know. Het is gewoon gek dat hij nog eens met zoveel haat over die jongen praat. Als je echt berouw hebt, kijk hier misschien anders naar.
Misschien dacht hij van, goh, als ik vertel wat voor slechte jongen Seth was, komen we er misschien mee weg? Het is natuurlijk een jonge jongen, niet het scherpste mes in de la. Allemaal niet trouwens, het zijn allemaal vrij botte mesjes. Who knows? Nou, die rechercheurs, je ziet in die verhoren dat ze allemaal tactieken toepassen, hè, om zoveel mogelijk informatie los te peuteren bij de rest. Amber begint dan op een gegeven moment langzaam een beetje te ontdooien en wat dingen te vertellen. Ze zegt dat ze onder druk werd gezet door Michael om Seth dus naar die trailer te lokken met een sms-bericht dat ze het wilde goedmaken. Maar Amber doet wel een beetje zielig. Alsof ze niet wilde dat Seth zou worden vermoord. En dat ze zich onder druk gezet voelde door Michael en dat ze het puur voor hem heeft gedaan, want anders was ze bang dat hij haar iets aandeed. Maar goed, beetje bij beetje puzzelen de detectives het verhaal een beetje bij elkaar. En Justin Sodo geeft dus uiteindelijk ook zijn aandeel toe. En zo ook Charlie Ailey, dat meisje van 18 die dus die trailer bezit. Op een gegeven moment worden drie jongeren van dit hele verhaal, en dat is Amber, haar broer Kyle en Charlie bij elkaar gezet. En dan praat ze ook vol haat over Seth. En ze vonden, ja, ik heb niks gedaan. Het was Michael. En hij laat ons er nu voor opdraaien. En het gaat helemaal niet over Seth, zijn dood of wat dan ook. Het gaat alleen maar over hun. En met name Amber is echt wel de egoïst in de kamer. Niet normaal. Wat een arrogantie. Wat een houding. Ze zegt op een hele venijnige manier dat Seth haar sloeg. Dat hij haar SOA heeft gegeven. Dat hij vreemd ging. Zit hem alleen maar zwart te maken. Amber lijkt ook totaal niet in te zien wat haar aandeel is in dit verhaal. Ze ontkent het. Ze zegt, ja, ik heb niks gedaan. En nu ga ik 5 jaar de gevangenis in, zegt ze boos. Dan ben ik 20 als ik eruit kom. Nou meid, ik heb een verrassing voor je. In Amerika, en zeker in Florida, kom jij op je 20ste echt niet buiten. Mm-mm. Holy shit, wat had deze meid het fout. Het is ergens gewoon een beetje triest. Het is een meisje van 15. Wat begrijpt zij nog van dit systeem in de wereld? 5 jaar? Oei, 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 oei. Wat een nare verrassing staat jou te wachten. Toen ik dat verhoor hoorde en nog niet de strafmaat wist, dat ga ik jullie straks vertellen, toen dacht ik dat Amber nog wel eens gelijk zou kunnen hebben. Want hier in Nederland, als een 15-jarige moord pleegt, is 5 jaar nog best wel wat. Een jeugddetentie, volgens mij. In Amerika is het precies niks. Maar goed, de drie storten in ieder geval in als een agent hun komt vertellen van, joh, jullie gaan de gevangenis in op verdenking van moord in de eerste graad, hè? Eerste graads moord. Moord met voorbedachte raden. En dat hebben ze ook allemaal toegegeven op een gegeven moment. Het was een vooropgezet plan. En dat heeft Kyle natuurlijk toegegeven, hè, dat het een vooropgezet plan was. Holy shit. Moord met voorbedachte raden. Kyle is natuurlijk 16, Amber is 15, dus die twee die worden straks naar de jeugdgevangenis gestuurd. Dat zegt die agent ook tegen ze. En Amber gaat naar de reguliere gevangenis, want zij is 18. En die drie die barst in tranen uit. Charlie zegt nog van, oh my god, ik moet naar de normale gevangenis. Jullie moeten blij zijn, want jullie gaan nog naar de jeugdgevangenis. Holy shit, het is zo'n gekke scène. Maar goed, er is natuurlijk nog één heel belangrijk personage wat mis. En dat is Michael. Michael Bargo. Waar is deze jongen gebleven? Hij is dus de dag na de moord op Seth gevlucht naar een andere plaats in Florida. Naar een ander vriendinnetje die hij nog achter de hand had. Een meisje genaamd Kristen. De stiefvader van Amber, de James in dit verhaal, heeft hem daar naartoe gebracht. Potverdikkie, ik moet niet gekker worden, hè? En hij vertelt Kristen dus open en bloot dat ze ruzie hebben gehad met die jongen, dat hij iemand vermoord heeft en het lichaam achter heeft gelaten in een steengroeve. Kristen heeft het nog even voor haar ouders verzwegen, want Michael komt met een heel ander verhaal richting de ouders van Kristen. Hij beweert dat hij uit zijn verblijfplaats is getrapt omdat hij ruzie heeft gehad met de eigenaar. En die vader zegt, ah joh, blijf lekker hier, is goed. Maar ja, ondertussen duikt hij onder vermoord. Die ouders wisten dat op dat punt niet. Nou, dat verhaal komt toch boven tafel. Hij vertelt aan hen wel net iets anders verhaal. Hij zegt namelijk dat zijn zusje seksueel misbruikt is door iemand en dat ze diegene hebben vermoord. Het zusje, dat moet Amber voorstellen, maar Kristen mag natuurlijk niet weten dat dat ook een relatie van hem is geweest. Dus hij noemt het maar zijn zusje. Wanneer de ouders hiervan horen, ja, willen ze Michael zo snel mogelijk bij het politiebureau hebben. Eindelijk ook een ouder en een volwassen persoon die iets goed doet. En de juiste beslissing maakt in dit verhaal. Mijn hoop is nog niet vervlogen.
Maar goed, voordat ze hem naar het politiebureau kunnen brengen, staan er al loeiende politiewagens voor de deur met zwaailicht. Dus ja, ze waren er al eerder bij dan dat ze hem konden brengen. Michael heeft ondertussen aan best wel wat mensen de moord op Seth opgebiecht. En als hij vastzit in zijn cel, vertelt hij dit ook nog aan een medegevangene. Hij beschrijft gewoon letterlijk hoe hij die jongen heeft vermoord, et cetera, et cetera. Dus er zijn genoeg getuigenverklaringen die weten hoe het ongeveer is gegaan. En dat komt allemaal uit de mond van Michael Bargo zelf. Ondertussen wordt alles doorzocht. De trailer van Charlie natuurlijk ook. Daar vinden ze allerlei bewijs wat gelinkt kan worden aan een moord op Seth. Zo stuit de politie onder andere op het moordwapen en de munitie. En ook vinden ze menselijke resten terug in de vuurplaats. Niet alles hebben ze dus weggestopt in deze verfemmers. Nou, in de tuin vinden ze ook sleepsporen, alsof er dus gesleept is met een lichaam. Er ligt een hark waar gedroogd verf op zit, wat weer afkomstig is uit een van die verfemmers. Dat plaatst dus die emmers met die lichaamsresten in die trailer van Charlie. He, dat valt dus met elkaar te linken. En verder vinden de autoriteiten ook nog een hoge drukreiniger in de tuin, waar waarschijnlijk het een en ander mee schoongesproeid is. De politie bezoekt dan de steengroeven, waar dus die verfemmers met betonblokken in het meer zijn gegooid. Maar blijkbaar is dat dus toch niet helemaal goed gegaan. Want agenten zien een plastic zak en een verfemmer drijven aan het oppervlak. De andere emmers liggen wel nog steeds op de bodem, met die betonblokken eraan vast. Die worden al snel omhoog gehaald. Ze vinden in ieder geval alles, al het bewijs. Ja, het is natuurlijk al dat wij het weten, maar uit DNA-onderzoek moet nog blijken dat het hier wel om Seth Jackson gaat. En dat wordt uiteindelijk bewezen. De resten in de vuurplaats zijn resten van Seth Jackson. En ook de resten die in de verfemmers zijn gevonden. Verder worden in bloedspetters van Seth DNA gevonden van de andere jongeren die aanwezig waren. Dus van Charlie, Michael en Kyle. Waardoor kan worden vastgesteld dat zij een bijdrage hebben gehad aan de moord. Ze waren erbij in ieder geval. En met al dit bewijs begint er een proces tegen de jongeren die Seth hebben vermoord. In juni 2012 wordt iedereen veroordeeld. Amber Wright, Kyle Hooper, Justin Soto en Charlie Ely krijgen allemaal een levenslange gevangenisstraf. Weet je nog dat Amber bang was voor 5 jaar? Levenslang. Holy shit. Dat zijn nog eens straffen. En terecht. Toch is Charlie inmiddels weer vrijgekomen. Zij pleitte voor een lagere strafmaat en werd 3 jaar geleden, in 2020, vervroegd vrijgelaten. Ze heeft in dat proces 9 jaar gekregen. Nou, die had ze op dat punt al uitgezeten. Maar goed, het komt omdat Charlie akkoord is gegaan om schuldig te pleiten voor moord in de tweede graad. Dus zonder voorbedachte raden. En daardoor kon zij dus een aanpassing krijgen in haar straf. Zij kreeg uiteindelijk 10 jaar opgelegd. Dus zij is eigenlijk de enige die er nog goed mee weg is gekomen. De deal kon trouwens worden gemaakt omdat advocaten van Charlie cruciale fouten hadden gemaakt in het eerste proces. Waardoor het proces van Charlie niet helemaal eerlijk zou zijn verlopen. Dus daar heeft ze eigenlijk domweg geluk mee gehad. Amber heeft ook geprobeerd het opnieuw aan te vechten en probeert dus een minder zwaar oordeel te krijgen met een heropend proces. En dit gebeurt in 2016. En Amber mag dit proces dus heropenen omdat ze destijds door de agenten, door de rechercheurs die haar verhoorden, niet op haar rechten gewezen is. Bijvoorbeeld dat je recht hebt op je advocaat, dat je zwijgrecht hebt. Ja, dat werd dat 15-jarig meisje niet voorgelegd en dat zijn de agenten wel verplicht. Maar goed, dit leverde Amber niks op, want na dit heropende proces was de conclusie hetzelfde. Dit meisje verdiende levenslang. Gelukkig is dat zo gebleven. Zij heeft toch Seth naar die plek gelokt. En dan heb je echt gewoon een hele grote rol in de moordzaak gehad. Dan hebben we natuurlijk nog James Haven, die 37-jarige stiefvader van Amber. Jeetje, die moeder van Amber en Kyle. Die heeft gewoon echt helemaal niemand meer, hè? Na dit alles. 2 kinderen kwijt, haar echtgenoot. Triest voor haar ook, want zij wist hier helemaal niks van. Neemt niet weg dat ik vind dat zij haar kinderen iets beter in het vizier had moeten houden, hè? Als je ziet waar zij allemaal mee bezig waren in die trailer. Maar goed, James, de volwassen man, stiefvader van Amber en Kyle, kreeg uiteindelijk 30 jaar gevangenisstraf opgelegd. Dus ook een serieus hoge straf. Ook Michael wordt na dit hele proces veroordeeld in 2012. Hij probeert de hele schuld af te schuiven op Kyle. Maar de rechter gaat hier niet in mee, want er is ook gewoon een hele hoop bewijs
dat Michael de schuldige is. Er is forensisch bewijs, maar hij heeft ook superveel verklaringen afgelegd bij veel verschillende mensen. Hij heeft opgeschept over de moord, veel details gegeven daarbij, dus het plaatje is wel compleet. En de rechter veroordeelt hem tot de doodstraf. Hij wordt geëxecuteerd, zit tot op de dag van vandaag in de dodencel. Al dat stoere gedrag heeft hem dus niets minder opgeleverd dan zijn eigen dood. Vanuit de kant van Michael wordt nu natuurlijk alles geprobeerd om die doodstraf tegen te houden. Voorlopig zit hij ook nog wel gewoon vast. We weten natuurlijk niet of het doorgaat. Wetten veranderen. In Florida is dus de doodstraf nog actueel. Kan nog gewoon worden opgelegd. Maar ja, wie weet, we hebben het eerder gezien in zaken dat alsnog eraf kan worden gehaald. Maar goed. Advocaten en Michael proberen het er nog op te gooien dat Michael superveel mentale problemen heeft. En dat is natuurlijk ook gewoon zo. Ik heb hier een hele lijst. Zo heeft Michael hersenschade, een schizoaffectieve stoornis, een bipolaire stoornis, een vorm van epilepsie die het bewustzijn tijdelijk aantast. Hij heeft natuurlijk een automutilatie gedaan in het verleden. Hij worstelt met hallucinaties en heeft natuurlijk veel drugs en alcohol gebruikt in zijn korte leven. Het is natuurlijk een hele waslijst. Er is in ieder geval een jury die hier naar kijkt en die oordeelt over of de executie zal doorgaan. En zij zijn van mening dat deze doorgezet moet worden. Er zijn 10 stemmen voor de doodstraf en 2 tegen. Dus Michael zit tot op de dag van vandaag nog steeds vast in de dodencel. En hij spreekt nog een gebed uit naar God zodra hij naar zijn cel wordt geleid. Mogen God genade hebben over mijn ziel, et cetera, et cetera. En dan denk ik, ja, had je dat maar eerder bedacht. Deze jongen is natuurlijk niet voor niks zo verknipt geraakt. Ik denk wel dat Michael een tikkende tijdbom was. Hoe dan ook, was hij een keer gaan moorden. Was het Seth niet, was het misschien de jaren erop iemand anders. Deze jongen was levensgevaarlijk. En deze mensen waren allemaal, denk ik, toch wel meelopers. Hadden zelf ook niet het allerbeste voorkomen. Ja, jeetje jongens, het is een lang verhaal geworden. Veel details, er komen natuurlijk ook veel mensen in voor die betrokken waren. Echt, ik kan er nog steeds niet over uit dat James, de volwassen man in dit verhaal van 37, hoort van dit plan en denkt, hey, goed idee, ik ga even helpen. Hij moet zijn opgekomen voor Amber. Hij dacht waarschijnlijk ook dat Seth haar misbruikt en iets heeft aangedaan wat dus uiteindelijk dus niet zo was. Allemaal verzonnen. Super zinloos. Zoveel levens zijn kapot gemaakt. Het is echt een ontzettend sneu en triest verhaal. Ook als je ziet met hoeveel geweld dit allemaal heeft plaatsgevonden. Ik krijg er kippenvel van. En ik ben natuurlijk ook heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Bepaalde details in dit verhaal missen nog. Dus wil je achter meer informatie komen, beluister dan onze podcast genaamd Moordkast. We zijn exclusief en alleen te beluisteren op Podimo. Ga daarvoor naar podimo.nl/moordkast. En als nieuw lid kan ik jou in ieder geval de eerste 30 dagen gratis aanbieden. Doe dat vooral via onze link. Volgende week ben ik er weer met nieuwe misdaad en mysterie. Hopelijk zit je weer klaar om 4 uur in de middag. Tot dan. En dankjewel voor het kijken.